We zitten vandaag in de cirkel en wie het laatste cirkel verlaat, die wint. Nou, we zijn met 30 mensen en een gigantische octopus. We gaan ervan opletten. Ik denk dat het gevaarlijk is. To render, click the button first. Oké, ik ga nooit de button halen als hij in het midden zat, want ik zat helemaal aan het einde. Maar ik ben heel benieuwd wie vandaag gaat winnen. In de vorige aflevering heb ik het net niet gehaald. Ik kon geen rebirth meer doen en ik was de tweede geworden. En we hebben nu een van die bollen van het piratenschip die alle kanten vliegen. Dus ik denk dat ik hier redelijk goed sta. Watch out for zombies. Oeh, waar zijn de zombies? Oh, daar zijn de zombies. Oké, daar gaan we van opletten. We beginnen weer lekker goed. We hebben hier... Wat? Nooit! Ik ben net begonnen. Wie heeft me gepakt? Ik weet niet wat er gebeurde. Want als je af bent, dan kun je betalen om terug te komen. Maar ik ging zomaar naar boven. Geen idee wat er gebeurde. Misschien ben ik een paar seconden veilig gesteld. Dat kan ook. Nou, lasers die waren gelukkig niet te dicht bij mij. Tacos will rain from the sky. Maar zijn deze veilig? Als deze veilig zijn, gaat Bob dit geweldig vinden om op te eten. Maar voor nu let ik lekker op. Oeh, de tacos zien er een beetje groen uit. Zien jullie dat? Groene tacos. Het is gemaakt van groente. Oh! Nou, deze zijn gigantisch trouwens. Oké, ik denk dat ik op dit moment goed sta. Ja, oké. Okay. Deze stuitert ook gewoon lekker terug. Ja, gaat goed, gaat goed. Oké, okay. Quick, get to the top. Welke top, jongens? Oh, ik ben letterlijk niet aan het opletten. Oh, ik ben gelukkig niet af. Ik dacht dat ik letterlijk ging verdrinken in het water. Ik was zo met de taak was bezig. Oké, okay. Iemand heeft een gevaarlijke aardappel. Moeten we vanuit de buurt blijven. Dus blijf gewoon lekker uit de buurt van iedereen om veilig te blijven. En ik vind Zijnsken echt geweldig. Kijk, dat is gewoon eend. Hé, hey, je loopt uit de cirkel. Eindelijk ben je nu af. Don't get hit by dodgeballs. Oké, okay. Ze stuiten ook vaak gewoon terug. Waardoor je twee keer de kans eigenlijk hebt om ze op je te krijgen. Oké, okay, dit gaat goed. Oh, er is weer water. Kijk, ze leiden je af. En dan denk je dat je gewoon veilig stellen. Oh, jongens. Ah, ik hang vast. Ik hang vast. Als dit met het laatste level gebeurt, dan ben je sowieso af. A growing acid, don't get near it. Oké. Okay. Een volcano will the... Oké, okay, ja, een vulkaan. Oké, okay, daar moeten we weer van opletten. Ik ga weer aan het randje staan. Want het lijkt dat dan de vulkaan je eigenlijk niet kan raken. Omdat je... Ja, het komt eigenlijk in het midden van de map. En meestal niet aan de zijkant. Je zult net zien dat het bij mij wel gebeurt. Maar goed, kijk, we hebben het overleefd. We zijn nog met 23 spelers. Dus dat betekent dat er 6 mensen zijn, nee, 7 mensen zijn, die verloren hebben op dit moment al. We gaan weer moeten springen. 1, oké. En 3. Oké, gaat goed jongens, gaat goed. We zijn nog met z'n 12. Oh, dat gaat ineens snel, met z'n 11 nu nog maar. Nog steeds veel mensen, maar als je denkt dat we net met 23 waren, vind ik dat best wel veel. Oké, en spring. Iedereen springen, jongens. Of ja, niet iedereen, want dan gaan we nooit als laatste in de cirkel blijven. Maar ik hoop dat we wel in ieder geval in de top 3 eindigen. Maar we gaan natuurlijk voor nummer 1. Oké, een random player will get... Oh, wat gebeurt er? Een rage table. Oeh, daar kunnen ze op slaan en even helemaal kapot maken. En even hun kwaadheid, om het even zo te noemen, even in kwijt aan zo'n tafel. Oké, okay, de reuzenrad is losgekomen en er komen van die gigantische zware dingen uit de lucht. Dus daar wil je niet door gehit worden door één van de beide. Geen één van de beide. Oh, als deze nu plat gaat, dan zit ik eronder. Dus ik kan het best even hier staan. Oké. Okay. Render play. Oké, okay, iemand gaat weer een rage tafel krijgen. Weinig. Wie heeft een rage tafel? Oké, okay, zij kan hem weer omgooien. Hup, weg ermee. Alle stress even wegschouwen. Oké, okay, iedereen heeft een anti-gravity. Oeh, ja, kijk hoe hoog we springen, jongens. Ga ik op iemand zijn hoofd gaan springen? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. In sommige games kan, dan kun je er nog iemand uitgooien. A laser will appear in 2 seconden. Ah, jongens, ik... Oh, nee, nee, nee. Oh, spring. En spring. En spring. Oké. Okay. Oh, dit is eng. Dit is eng. Ook omdat er 2 komen. Oké, okay, dat is nog maar 1. De noob die zorgt hiervoor. De noob met zijn gevaarlijke ogen. Zien jullie dat, jongens? Oh, button. Oké, okay, ja, alles valt hier naar beneden. Een vent. There's no escaping me. Exploding pumpkins. Oh, nee. Oh, nee. Sniper towers will appear. Oeh, oké, okay, jongens. Opletten. We gaan weer moeten springen, jongens. En spring. Nee! Kan ik heel snel terugkomen? Ik heb keihard zitten schreeuwen, jongens. Kan ik alsjeblieft terugkomen? Nee. Nee! Ik kan ook niet betalen om terug te komen. Ik ben derde geëindigd. Ik ben letterlijk derde geëindigd. Ik ben vierde geëindigd. In ieder geval in de top 5. Ik bedoel, ik wilde winnen, maar ja. Ik vind het heel oneerlijk. Ik was hartstikke goed bezig. Ik zag niet eens dat ik geraakt werd. Maar ja, goed. Dat kan gebeuren, jongens. Ik vond het hartstikke leuk. En ik ga lekker spectaten van deze camp. En like de video. Het woord van vandaag is jump. Gejumpt, daardoor ging ik af. Like, reageer, abonneer en tot overmorgen weer. Dan ga ik proberen het spel wel te beaten.